Een goedemorgen. Welkom bij dit Profil-webinar. Goed, het webinar van morgen gaat over de best practice op het gebied van CAD, PDM en ERP integratie. Wat is de best practice? Wat zijn uit ons eigen track record, maar ook wel uit generieke markten onderzoeken de beste manieren om, die zaken met elkaar samen te brengen. Dat alles, al die kennis en kunde hebben we in dit webinar gebracht. Dit is een internationaal webinar, wat ook in veel andere landen gegeven wordt. Ja, in dit webinar willen we daar u wat richtingen voor geven. En hopelijk lukt dat ook in die drie kwartier. We gaan gauw verder. Mijn naam is Hugo Botter. Ik ben uw gastheer voor dit webinar. Voor de mensen die onbekend met ons zijn, even een klein stukje achtergrond. Wij zijn de Profil Competence Center in de Benelux. Profil zelf wordt gemaakt door de firma Procad, hoofdvestiging in Karlsruhe. 130 man totaal, waarvan ruim de helft op ontwikkeling actief is. Profil is het vlaggenschip product al vanaf 1985. Andere tijd, een andere wereld, maar al die tijd meegegaan in alle ontwikkelingen die er zijn. En inmiddels een leidende positie bij middenbedrijven, MKB-bedrijven, hoge middensegment bedrijven die een product en document lifecycle management systeem inzetten. Met een hele sterke groei, zoals je ook al ziet uit de groei van het bedrijf zelf. Nogmaals, internationaal wordt er ook veel in de landen met competence centers gewerkt, waar wij de Nederlandse en Belgische markt voorzien. Klanten, divers in de maakindustrie op zijn breed. Van hele zware projectomgevingen zeer klantspecifieke producten tot seriematige ontwikkelde nulseries die in serieproductie gaan en alles wat daartussen zit. Nou, we zien hier een aantal voorbeelden links wat buitenlandse en internationale bedrijven. Medical, automotive toelevering, machinebouw, apparatenbouw. En aan de rechterkant voornamelijk logo's uit het Nederlands en Belgische maakindustrie. En dan even nog een slide over onszelf. Nou, wij zijn actief met Profil al vanaf 1997. We hebben inmiddels dus ook een behoorlijk track record opgebouwd met een mooie klantenkring waarvan u net al even wat logo's zag. En bij al die projecten hebben we de klanten weten te helpen, onze klanten weten te helpen met het optimaliseren van de processen binnen het bedrijf, de werkmethodieken. Ten einde met Profil dat te ondersteunen als een stuk gereedschap om meer efficiëntie of productiviteit na te streven. Dat is vaak een aanjager, gewoon een kortere time to market, een kortere levertijd. Of een aanjager kan zijn de kwaliteit en betrouwbaarheid. Vaak is in een van de twee zit de aanjager. Maar ja, de invloed die Profil en we met onze projecten hebben is vaak zit op twee kanten, zowel aan de kwaliteit als aan de efficiëntiekant. Doen we behoorlijk pragmatisch. Veel van onze bedrijven zijn MKB-bedrijven, middenbedrijven die dat ook verwachten. En we doen dat al sinds het begin met de term data into knowledge. En dat staat eigenlijk nog steeds. Heel veel data is prachtig, maar kan eerder een last zijn dan een lust. Je moet het organiseren, structureren en dan wordt het overdraagbare kennis. Goed, naar de agenda voor vandaag. We beginnen met de uitdagingen die er zijn. Vervolgens gaan we kijken naar wat zijn dan oplossingsrichtingen. Het volgende wat we bijpakken is de beschrijving van die oplossing. De invulling daarvan. Vervolgens richten we ons op de technologie. Wat voor technologie is er beschikbaar? Wat voor technologie baseren we zo'n integratie tussen deze bedrijfsapplicaties op. Vervolgens nog een voorbeeld uit de dagelijkse praktijk en een stukje live voorbeeld. Een stukje wat een collega onlangs heeft gegeven en wat we hebben opgenomen en waar we 10 minuten ongeveer naar
kunnen kijken om live ook te zien hoe dat dan werkt. En vervolgens dan het geheel samen te vatten. Nou, laten we beginnen met de uitdaging in de samenwerking tussen ontwikkeling en werkvoorbereiding. Want daar spreken we vooral over, hè, de samenwerking tussen die verschillende afdelingen, verschillende processen in het primaire proces van een opdracht, van orders, vanaf verkoop, engineering, tot uiteindelijk productie en uiteindelijk kunnen doortrekken tot aan service natuurlijk. Maar met name in die overdracht van data tussen engineering, werk, voorbereidende productie, daar zit vaak de kneep. Ja, waar hebben we het verder vandaag over? Het gaat er vooral over dat u consistentie tussen van gegevens tussen afdelingen wilt. U wilt dat tussen die afdelingen er geen discrepantie is in de gegevens. Dat we allemaal naar dezelfde actuele, juiste gegevens kijken. Dat er transparantie is tijdens het samenwerken. Dat we ook weten welke stappen al gedaan zijn, wat al is uitgevoerd en wat nog niet. En het gaat erover hoe kan ik die processen zelfs versnellen. Hoe kan ik een doorlooptijd van een order korter maken? Hoe kan ik zorgen dat long lead items eerder bekend zijn bij inkoop? Nou, manuele handelingen moeten natuurlijk sowieso daarbij uitgebannen worden. Nou ja, als je kijkt even uit de pers vandaan, als je kijkt waar kan ik nou die problemen tussen engineering en productie en die samenwerking aan herkennen. En we hebben het hier over engineering en productie, maar vul u net zo goed engineering, werkvoorbereiding, misschien zelfs verkoop, engineering. Hoe kan ik dat herkennen? Hoe herken ik dat in mijn eigen bedrijf? Nou ja, dat is vaak te herkennen doordat er herstelwerk nodig is, doordat er met verkeerde gegevens gebouwd werd of geproduceerd werd. En uiteindelijk, en dat is vaak lastig ook bij een ROI-bepaling, overigens een ander webinar hoofdstuk, moet je eigenlijk een nulmeting doen. Moet je eigenlijk gaan kijken van wat voor resultaat heeft dat uiteindelijk. En dat uiteindelijk heeft zijn oorzaak. En de oorzaak is veelal dat de gegevens niet synchroon zijn tussen die verschillende processen. Gewoon even de realiteit. En nu zitten we hier met een veelzijdige hoeveelheid type bedrijven bij elkaar. Maar ik ben ervan overtuigd dat u één of meerdere van deze meldingen herkent. En dat geeft spanning, dat geeft gedoe. Soms is dat moeilijk ook in geld uit te drukken. Wat verliezen daar aan geld bijvoorbeeld. Maar het is wel, het kan frustratie opleveren, het kan hiccups opleveren. Het kan betekenen dat er verkeerde zaken geproduceerd worden. Belangrijke issues om weg te halen. Ik hoorde laatst nog een klant zeggen, nu we dit geregeld hebben, geeft dat vooral rust. En in de goede zin rust. Rust in het project, rust in orders. Want we hoeven niet meer naar elkaar te schreeuwen. Er gaat iets fout, je vergeet iets of je laat iets liggen. Goed, de oplossingsrichting. Om misverstanden te voorkomen moeten we een stap maken waarbij we de data, de separate databronnen eigenlijk gaan uitsluiten. Een belangrijke stap om uiteindelijk te komen tot een valide productdata backbone. Waar alle masterdata ook beschikbaar is en ontsloten wordt naar zowel CAD, ERP als andere processen. En dan praten we over, heel concreet, over artikelen, stuklijsten, diverse onderdelen, de CAD-documenten, de TPD-documenten. Maar net zo goed terug ook gegevens over het project of gegevens over de koopdelen. Er is vaak de vraag, en die vraag krijgen we ook bijna in ieder gesprek. Ja, wie heeft dan de leiding? Wie geeft nieuwe artikelnummers uit? Wie beheert wat en welk moment van de stuklijst? De engineeringbom, de productiebom, et cetera. En de vervolgens vraag is, wie legt de artikelnummers vast? Waar vind ik de stamgegevens van die artikelen en onderdelen? Waar worden die stuklijsten onderhouden? Nou, en als je dan verschillende afdelingen gaat vragen, dan zegt waarschijnlijk engineering, zegt sowieso van ja, al meteen CAD in PDM, aan de engineeringkant, want daar worden ze ontwikkeld.
Mensen rondom EAP, inkoop, productie, werkvoorbereiding, die zullen zeggen ja, vanuit het EAP, want daar komen de productie relevante gegevens samen. Logistieke routings, dat soort zaken. Vanuit verkoop zal er met zekerheid ook een mening zijn en die zegt ja, vanuit de orders, vanuit de klantorder wordt alles geregistreerd, dus wellicht dat we daar al artikelen gaan uitgeven of leidend worden op modules en op standaarden. Nou. Wat voor vraag is dat eigenlijk? Want waarom stellen we ons die vraag? Waarom zijn we zo krampachtig bezig antwoord te geven op die vraag? Want we leven in een genetwerkte wereld waar eigenlijk continu de gegevens worden gedeeld, maar ook veranderen. En de techniek is er om die T-systemen te synchroniseren en consistent te houden. Dus we zouden veel meer moeten praten over wat is het gecontroleerde proces. En dan kunnen we bepalen dan waar wat wordt aangemaakt. Dan zozeer dat we praten over waar heeft wie de leiding. Als het IT goed is, als dat goed geregeld is, dan dan is dat veel minder van belang. Hoef je die vraag niet met een totale abstractie te beantwoorden. Beschrijven van de oplossing. Om die masterdata, projectgegevens, om productietekeningen, om stuklijsten, om die op een goede manier met elkaar te kunnen delen. Om te komen tot consistente stamgegevens, masterdata ook wel, is het belangrijk dat de overdracht van artikel en stamgegevens van engineering naar werkvoorbereiding, productie, inkoop, dat automatisch geschiet. Dat automatisch gaat, uiteraard op een workflow, op een vrijgave manier. Gecontroleerd dus. Het beschikbaar stellen van koopdeelgegevens is weer enorm belangrijk voor engineering. Engineering heeft heel veel baat bij het feit dat ze niet alleen op technische specs kunnen selecteren, maar ook op gegevens uit ERP vandaan. Is het überhaupt, en u ziet het hier in het voorbeeldje, is het nogal actief in ERP? Is het nog een courant artikel? Zo ja, wat is de prijs? Wat is wellicht wat zijn de voorkeursleveranciers daarvan? Dus ook de informatie terug vanuit ERP in engineering in profile is een heel belangrijk winstpunt. Automatische afstemming van de benamingen, eigenschappen, et cetera, moet natuurlijk ook in het proces vastgelegd worden. Dat helpt het foutloos samenwerken. En toch een klein uitstapje naar wat levert dat dan op? Want dat speelt bij, weten we, heel veel klanten die zeggen ja, onze directie staat op zich wel welwillend tegenover, maar ja, we krijgen het maar niet helder wat het nou werkelijk oplevert. Nou, daar is nog een heel hoofdstuk aan te besteden. We hebben nog een ander webinar voor, we hebben andere materialen ook voor. Maar op het gebied van artikel stamgegevens, deze er even uitgelicht. Wat levert het op als je foutloos met elkaar aan synchrone dezelfde artikelgegevens, stamgegevens kunt werken? Nou, de ervaring is dat als je kijkt naar het aantal nieuwe onderdelen wat wordt geproduceerd per jaar. En je kunt daar 10% op reduceren. En natuurlijk verschilt dat per bedrijf. Een zwaar projectbedrijf heeft veel meer nieuwe onderdelen dan een bedrijf wat seriematig produceert en ontwikkelt. Maar als je kijkt naar de kosten van het onderhouden van een dataset, van de masterdata in ERP. Als je kijkt naar allerlei handelingen en handelingskosten rondom inkoop, logistiek. Financiële kant daarvan, dan is dat bij elkaar best een bedrag. En natuurlijk is dat per bedrijf enorm verschillend. En bedrijven die vooral die seriematige kant en die voor de automotive leveren, die hebben een veel hoger kostenpatroon voor een nieuw artikel dan wellicht een speciaal machinebouwer. Maar toch, als je dan even rekent met 1000 nieuwe onderdelen en je kunt dat met 100 delen verminderen, is dat überhaupt al een behoorlijk bedrag. En dan hebben we het nog over de kosten zonder engineering tijd, engineering kosten daarbij te rekenen. En ook dat zal nog een aanzienlijk deel zijn.
Uit verschillende praktijkcases die we hebben gedaan, blijkt dat dat per bedrijf behoorlijk verschillend kan zijn, maar ook wel behoorlijk confronterend kan zijn. Goed, weer terug naar het concrete onderwerp, de functionele kant daarvan. De basis voor foutloze productie is consistente stuklijsten. En dat kun je eigenlijk alleen doen door dat de stuklijsten ook op alle niveaus consistent zijn. Dus een engineering stuklijst kan meteen ook een quantity stuklijst, een platgeslagen stuklijst zijn. We praten nog steeds over dezelfde entiteit, dezelfde stuklijst die vervolgens ook weer de basis is voor de uitwisseling naar de andere bedrijfsapplicaties, lees over het algemeen ERP. Ondersteuning van groeiende stuklijsten ook. Wat we natuurlijk heel vaak zien is dat eigenlijk een vanuit verkoop wellicht al voor een groot gedeelte duidelijk is wat we gaan leveren. Welke modules, zeker als we de slag naar standaarden en modules al gemaakt hebben, is voor veel van die standaarden modules eigenlijk is de kwestie eigenlijk al van doorzetten. Maar deze modules blijven vaak liggen, deze zaken blijven liggen, omdat we nog moeten gaan engineeren voor de klantspecifieke zaken die in datzelfde project voorkomen. En dat is natuurlijk jammer, want daarmee verlies je dus tijd. Er zitten al long lead items in die je wilt kunnen vrijgeven. Dus het is heel belangrijk dat ook groeiende stuklijsten en het werken met long lead items, dat dat ondersteund kan worden in die samenwerking tussen engineering en logistiek. Zodat we al zaken, misschien al deelstructuren, kunnen vrijgeven zonder dat die integratie tussen die twee de weg kwijtraakt. En op ieder moment eigenlijk dat we zeggen, ja, maar nu wil ik wel eens weten wat de stand van zaken is ten opzichte van een eerder moment, ten opzichte van een eerdere versierevisie stuklijst die ik al vrijgegeven heb, kan ik ook in Profile in één keer zien waar zitten de verschillen. Ik kan op dat moment een vergelijk maken en zien waar aanpassingen zijn gemaakt en bijvoorbeeld de engineeringbom anders is dan waar die anders is ten opzichte van wat er in productie ligt. Ook een vaak onderschat geheel is de juiste documentatie beschikbaar te hebben voor de processen buiten engineering. De last die erbij komt kijken om dat überhaupt synchroon te houden. Om bij iedere versie en aanpassing te zorgen dat ook echt vaak de afgeleide, veelal PDF's en andere formaten, neutrale formaten, gegenereerde documenten ook weer bijgewerkt zijn. Als je het één keer vergeet, heb je meteen een probleem. Wat we best practice doen is dat de betreffende tekeningen, documenten ook meteen weer beschikbaar zijn bij release. Op het moment dat er gereleased wordt voor de mensen aan de logistieke kant in ERP. Dus die hebben front-end, hebben die nog steeds hun ERP systeem, maar hebben toegang meteen tot de juiste tekening, omdat via de integratie de link naar de juiste versie tekening meteen ook vernieuwd is. Dus de geldige tekening bij de juiste actuele stuklijst voor productie bij de productieorder. Nou, daar zit een jobserver op de achtergrond in PLM die zorgt voor het automatisch genereren van die neutrale formaten op bepaalde stappen in het vrijgaveproces. Ja, dus we weten eigenlijk altijd, er is gewoon de zekerheid dat altijd de juiste documenten beschikbaar zijn voor de rest van de organisatie. Ze kunnen daar zelfs ook redlining op doen en zoomen en doorsnijdingen maken, et cetera. Dus even een voorbeeldje van een ERP-systeem waar onder het product ook meteen het juiste document beschikbaar is. En ook niet onbelangrijk, die documenten staan dan ook niet in ERP. ERP over het algemeen kan niet zo goed overweg met hele grote hoeveelheden documenten. Nee, Profile biedt de link aan. De link is eigenlijk waar het ERP-systeem naar kijkt. En vervolgens wordt uit de kluis, uit de productdata lifecycle management omgeving opgehaald. Nou, ook niet onbelangrijk is dat daarvoor de productie het eigenlijk niet uitmaakt of dat schema of die samenstelling of die productietekening uit wat voor CAD-systeem die komt. Eigenlijk alle gangbare, belangrijke CAD-systemen op mechanisch, elektrisch,
Piping, staalbouwgebied integreren we. En daarmee is dus eigenlijk ook die stroom van zowel stuklijsten, masterdata, artikelen, documenten, afgeleide documenten, tekeningen is consistent. En iemand die raadpleegt vanuit EAP en daarmee moet gaan produceren, zal het eigenlijk, gek gezegd, worst zijn hoe dat gemaakt is. Op EAP-systemen gebied hetzelfde eigenlijk. Hoeven we over de techniek niet meer samen te, of hoeven we niet meer na te denken. Waar we in samenwerken en met elkaar moeten nadenken is hoe de specifieke inrichting eruit ziet. Kijken naar het proces van de organisatie. Ook komt het voor, veelvuldig voor, dat onze klanten te maken hebben met bijvoorbeeld productielocaties of vestigingen in het buitenland, waar sprake is van een tweede EAP-implementatie, installatie, waar misschien wel een ander EAP-systeem draait dan op een hoofdvestiging. Dat kan ook zijn omdat er een fusie is geweest bedrijf of een overname. En ook daarmee kan deze EAP-omgeving, EAP-integratie omgaan. Het is wel iets om ook even op voorhand bij stil te staan. Nou, daarnaast kan dat ook grensoverschrijdend zijn. En dan praten we soms ook over voor IT behoorlijke uitdagende omstandigheden. Vertragingstijd, latency, hele beperkte bandbreedte en slechte beschikbaarheid van lijnen naar bijvoorbeeld Azië. Maar wellicht ook naar Noord- of Zuid-Amerika. Voordeel van technieken die we hiervoor hebben, zoals de replicatietechnieken van Profan, maakt dat zelfs als de lijn wegvalt, we toch gewoon door kunnen werken. En wordt dus die EAP-integratie ook minder afhankelijk van de lijnbeschikbaarheid. Dan willen we wat meer doorzoomen eigenlijk naar de technologie achter die EAP-integratie. Nou, als we kijken naar de universele opzet eigenlijk van Profan, is er een productdata backbone ontwikkeld waarin de PLM-processen sturend zijn. En of ik nou vanuit engineering met CAD daarin deelneem of vanuit EAP mijn data nodig heb of vanuit verkoop, uiteindelijk grijp ik terug op de product- en documentdata backbone van Profan. Het proces heeft dus de leiding. We hadden dat eigenlijk al voorbij laten komen. En ken je het proces nog niet goed, dan breng het in kaart. Kunnen we ook met elkaar doen. Om zo te zien van oké, hoe lopen de processen door de organisatie heen? Hoe zit het met uw maakdelen? Produceert u zelf? Wat gebeurt er extern? Wie waar wordt wat aangemaakt? Dat kunnen we dan op die manier in kaart brengen. En dat is eigenlijk wat leidend gaat worden voor waar de gegevens zich ontstaan en worden vastgelegd. Het wordt dus gewoon veel minder van belang, veel minder relevant waar de gegevens zich bevinden. En belangrijk is dat de afdelingen ook hun gegevens ter beschikking stellen. De verrijking van gegevens is natuurlijk belangrijk, want daar heeft iedereen in het proces baat bij. En IT-matig middels een oplossing als Profan brengen we eigenlijk de ondersteuning daarin voor het bijeenbrengen en synchroniseren van die data. En dat ziet er eigenlijk heel schematisch dus zo uit. Hoe vindt de gegevensuitwisseling dan plaats? Het is even puur inhakend, echt geconcentreerd op het stuk EAP-integratie. Nou, wat in ieder geval niet volstaat, is dat data van een CAD-systeem even in een ASCII-file van Excel wordt opgeslagen. En dan op een of andere manier hopen we dat EAP dat op de juiste manier vindt en verwerkt. Dat is niet echt hoe het... Dat blijft het een manuele handeling en blijft u afhankelijk van belangrijke stappen in de vrijgaveproces en kunt u niet bijvoorbeeld werken met groeiende stuklijsten, long lead items, etc. Wat ook niet volstaat is met zo'n koppeling hard te gaan programmeren.
We zien het ook veel gebeuren. Het nadeel is dat ja, bij iedere upgrade er een eigenlijk weer een zorgenkindje ontstaat. Want hoe gaan we zorgen dat, dat die zaken blijven functioneren? De versieafhankelijkheid is groot. Waar Profile eigenlijk al behoorlijk wat jaren geleden voor gekozen heeft, is om het op deze manier op te lossen. Eigenlijk via een stuk middleware wordt de logica ingebracht, het procesverloop, de mapping wordt geregeld en vervolgens laten we via de verschillende adapters de data uitgewisseld worden met de systemen, tussen de systemen. Dat is controle, dat is zekerheid, dat is een goede vastlegging. Dat is uit ervaring de beste architectuur daarvoor. Daar is dus een module voor nodig die het beheer van de gecontroleerde uitwisseling van data regelt. En ja, dat is de Profile ERP server die daar eigenlijk de interactie regelt tussen die twee. En het grote voordeel is dat als je die adapters op deze manier werkt met adapters, zijn veel voordelen aan. Maar release update van Profile of het ERP systeem, daar zijn we eigenlijk wat ongevoelig voor dan. En betekent dat er een wordt er aan beide kanten iets veranderd, dan is niet direct de ERP integratie een probleem. Die blijft consistent door die adapters. Ook wanneer je een CAD-systeem een CAD-release wijzigt, eigenlijk ben je daar al helemaal niet gevoelig voor, want de data die de CAD-systemen genereren, op het gebied van artikelen, masterdata, stuklijsten, worden in Profile beheerd. Maar ook in het plaatje dat er een bedrijfsapplicatie bij komt, misschien wel een tweede ERP-systeem, misschien wel een CRM of een configurator of een portaal, eigenlijk kan het allemaal op dezelfde manier aanhaken. Dat maakt je dus ook flexibel. Nou, wat voorbeelden uit de dagelijks praktijk. Hier wat internationale klanten, maar net zo goed hebben we in Nederland durf te zeggen 9 van de 10. Nee, dat is niet waar. Ik denk dat 49 van de 50 een ERP-integratie hebben met het betreffende ERP-systeem wat zij gebruiken. En eigenlijk altijd is er sprake van een bidirectionele uitwisseling van artikelmasterdata tussen de twee. Overdracht van stuklijsten, overdracht van tekeningen en toegang tot prijzen, levertijden, voorraden, etc. In PDM, PLM met de data uit ERP. Even een voorbeeld is Vekoma Rights and Manufacturing, waar we Tekla gemaakt wordt. Tekla wordt gebruikt voor de tracks, voor het mechanische wordt Solid Edge gebruikt. Ten tijde van de implementatie kwam Disney en zei dat het volgende project in SolidWorks moest. Nou, dat was ook geen enkel probleem. De plugin van SolidWorks is gebruikt en vervolgens werken ze allemaal in de Profile Product Data Backbone die geïntegreerd is met ISA als ERP-systeem. Nijhuis Watertechnologie, waar we begin volgende maand zijn. Voor een PLM to go. Zij zetten de deuren open en laten ons toe om te kijken hoe zij dit gerealiseerd hebben. Daar is engineering geïntegreerd via Profile met Trimergo ERP. VMI, een van onze oudste klanten inmiddels, maar niet minder relevant, met 1200 medewerkers en 300 geïntegreerde engineering werkplekken met MicroStation SolidWorks en E-Plan, geïntegreerd met Infor-LN als ERP-systeem. En hier praten we ook over echt grote stuklijsten, meerdere vestigingen die met elkaar via Ethor verbonden zijn. Internationaal, firma Kuka, actief in de auto-industrie, montagelijnen voor de auto-industrie. Onder andere wordt ook de Cadenas Part Manager, waar
waar je eigenlijk zo'n beetje de hele wereld aan, aan onderdelen in vindt, geïntegreerd met Profile. En vervolgens is deze data weer via Profile naar Engineering geïntegreerd met SAP. Een ander voorbeeld is de firma Lewa, een fabrikant van pomp en pompapplicaties, waar CAD, PDM en SAP met elkaar verbonden zijn, waar ook bedrijfshandboeken bijvoorbeeld, misschien niet het eerste waar u denkt, maar bedrijfshandboeken, de datahandboeken die meegeleverd worden in de projecten, worden samengesteld met behulp van een integratie zoals we net besproken hebben. Een orderbon, samengesteld, de data, de stuklijsten, de masterdata wordt uit Profile gehaald. En vervolgens wordt de output ook vanuit Profile gegenereerd, waarin alle handboeken dus worden gegenereerd op basis van aanwezige gegevens in Profile. En uitgegeven en weer opgeslagen ook in Profile bij het project, bij de order. En dit is de basis waarop de klant zijn data ontvangt. Ja, om het allemaal toch nog even wat meer inzichtelijk te maken, heb ik een stukje uit een filmpje dat Rick Jongerius, een van onze medewerkers, consultants, heeft gemaakt, erbij gepakt. Het geeft even een korte indruk van hoe dat er in de praktijk uit zou kunnen zien. Ik denk dat u de stem van Rick niet hoort, dus ik praat daarbij en ik probeer daar wat uitleg bij te geven. Ik heb het in twee stukjes van 5 minuten heb ik daar een stukje uitgehaald, want het totale video duurt een stuk langer. We beginnen hier eigenlijk bij het moment dat er een, in dit geval in Inventor, een onderdeel is gemaakt. Nou, dit betreffende onderdeel dat wordt toegekend, geclassificeerd in Profile. Dan wordt er meteen al een stukje logistieke informatie meegegeven, zoals u ziet, naast de klassificatie. Een belangrijk onderdeel van Profile is dat we een onderdeel klassificeren op de manier zoals we dat willen terugherkennen. Een motor, zoals we hier zien, is dus een bepaald type component, geclassificeerd component, met specifieke technische eigenschappen, waar we later ook weer makkelijk op willen terugvinden. Nou, vervolgens via de integratie in het CAD-menu kunnen we ook weer terug in Profile kijken hoe de data is opgebouwd, hoe de data er in Profile uitziet. Het scherm is af en toe iets vlekkerig, zie ik. Ik hoop toch dat het goed overkomt. Behalve die CAD-data die uiteindelijk artikelgegevens genereert, dus op het moment dat we opslaan vanuit CAD, worden ook meteen de masterdata, de artikelgegevens aangemaakt, gegevens uit CAD worden overgenomen. En in dit geval vaak is het daar niet mee klaar. Daar hoort vaak ook, horen daar TPD, constructiedossier gegevens bij, documenten die typisch bij het betreffende. En daar ga ik even terug, want hij blijft hangen zo te zien. Even, dat is toch de techniek van het filmpje. Nou, wat we even niet goed zien door het afspelen is dat die datasheet, het slepen van die datasheet, dat is eigenlijk wat er gebeurt. We slepen die datasheet naar het product toe. En op het moment dat we hem daar naartoe slepen, dan vraagt Profile, oké, wat is dit voor document? Ik maak hem even kleiner, want hij blijft een beetje hangen. Nou, het effect is in ieder geval dat ook de datasheet nu een beheerd document is in Profile. Gerelateerd is aan het artikel wat we hierboven zien. Nou, vervolgens geeft Rick het artikel vrij. En die is nu released CAD, of released engineering. Die workflow bepaalt hij uiteraard zelf. En als we even nu naar de achterkant kijken, naar de jobmonitor, dan daar hoef je normaal eigenlijk niet naar te kijken. Maar dan zien we dat de job al gefinished is. Dus de uitwisseling met EAP is al gebeurd. Nou, dit voorbeeld doen we dat met EAP systeem ISA.
Ja, de smaak, natuurlijk is de smaak verschillend ten opzichte van SAP of Navision of Ridder of welk ERP-systeem ook. Maar het komt wel uiteindelijk op hetzelfde neer. Nou, we zagen dat die gegevens in vervolgens ook in ISA als artikel bekend is. De volgende stap is dat we met de samenstelling gaan werken, maar ik denk dat we die even gaan skippen. We gaan iets verder. We gaan naar een stukje waar we zien dat een variant wordt afgeleid. Dus dat zien we hier. Eigenlijk van die nog steeds diezelfde kraan wordt een afgeleide gemaakt. Een variant, een managed copy functionaliteit gebruiken daarvoor die we in het CAD-menu van het CAD-systeem vinden. En die maakt mogelijk om een hele gecontroleerde afgeleide te maken van dit ontwerp naar wellicht een klantspecifiek ontwerp. Nou, die afgeleide die krijgt ook meteen al, daar waar nieuwe artikelen moeten ontstaan, krijgt die nieuwe artikelnummers meteen al. Dat ziet u hier gebeuren. Vervolgens ook hier kunnen we dit klassificeren. De tekeningen, modellen, et cetera worden aangelegd. Nou ja, typische engineering handelingen zeg maar, wanneer we zo'n afgeleide zouden maken. En Profile helpt daarbij eigenlijk, is niet zozeer het onderwerp van vandaag, maar helpt daarbij de administratie die nodig is bij het afleiden van een klantspecifieke toepassing. Nou, dat is eigenlijk wat er nu even engineering technisch is gedaan. Dus er is nu een nieuwe bovenligger, een langere bovenligger en een uitwisseling van de aandrijfunit geweest, een zwaardere aandrijfunit. We zien de veranderingen in profile en nu kijken we naar de engineering stuklijst. In het artikel, het itemkaartje, verandert Rick nu nog de lengte die dus aangepast is. Nou, nu dat aangepast is, is de volgende stap, en hier blijft het filmpje weer een beetje hangen, excuus daarvoor. Oké, nu dat gebeurd is eigenlijk de volgende stap dat we vrij kunnen geven aan ISA. En we zien hier eigenlijk de nieuwe artikelen die zijn ontstaan. Dus deze artikelen, andere waren al bekend. Dat was al eerder vrijgegeven. En wat we nu doen is eigenlijk deze nieuw gebruikte artikelen, die nog in een niet vrijgegeven status staan, releasen. Waarmee ze ook direct naar ISA worden uitgewisseld. Nou, wat we ook zien op de achtergrond is dat de gegevens voor engineering vanuit ISA ook beschikbaar zijn. Dus ik kan direct van het betreffende artikel zien wat de gegevens zijn. Die zijn hier nu nog zeer beperkt, omdat het nieuwe artikelen zijn die nog niet bekend zijn aan ISA kant. Nou, vervolgens zien we dat deze nieuwe artikelen worden gecreëerd. We kijken weer in de job monitor en dan kunnen we zien dat de uitwisseling plaatsvindt tussen profile en in dit geval ISA. Oké, in ERP, als we daar kijken, dan zien we daar de gegevens ook gewoon live binnenkomen. Nou, normaal zit je daar nooit zo precies op te wachten en zal bijvoorbeeld werkvoorbereiding op het moment dat het beschikbaar is, daar ook een melding van krijgen en op dat moment met die nieuwe gegevens aan de slag kunnen. Nou, hier zien we nog even puur een stukje PLM functionaliteit waarbij we zien dat die bezelde bovenligger gebruikt is in deze uitvoering van die kraan, die 15 meter uitvoering van die kraan. Terwijl een ander onderdeel, als we kijken naar een onderdeel wat dit is specifiek voor deze uitvoering, voor deze klantspecifieke uitvoering, zouden we kijken naar een ander onderdeel, bijvoorbeeld deze buffer. En we gaan dan kijken naar waar die gebruikt is. Dan zien we dat die buffer in meerdere kranen gebruikt is, in meerdere artikelen gebruikt is. Ja, natuurlijk een stukje basis PLM. En ik check nog even hoe ver de jobs zijn. Ja, de jobmonitor zegt dat die klaar is. Dus eigenlijk kunnen we ook nu meteen vanuit in dit geval de profielomgeving springen naar het ERP-systeem. Dat hoeft natuurlijk vaak niet. Heel vaak zullen ERP-gebruikers puur het ERP-systeem gebruiken voor hun informatie.
En engineering gebruikt Profile voor hun informatie, benodigde informatie. Nou, wat hier toont is in EAP de aanpassingen die gedaan zijn op de stuklijst. Dus we praten hier echt over een nieuwe revisie. Nieuwe revisie van een kraan. En we zien hier hoe doorgewerkt is. Dat doorgewerkt is door het systeem heen. En dat, nou, uiteindelijk gaat dat zelfs tot een productieorder niveau. Dus ook het doorvoeren van wijzigingen, niet onbelangrijk, wordt op die manier ondersteund. Wat we vaak zien in EAP is dat het integratie van EAP is dat het meer een koppeling is, eenzijdig. Dus eenmaal wordt iets vrijgegeven, over de muur gegooid. Maar begint het pas echt lastig te worden op het moment dat je te maken hebt met versies en aanpassingen. Nou, en dat is juist ook volledig ondersteund door die bidirectionele integratie tussen die twee. Onder water worden ook statussen uitgewisseld. Dus vanuit Profile zien we ook of het nog mogelijk is überhaupt om een wijziging door te voeren. Want wellicht is het al in productie of al besteld. Nou, bij dit alles geldt dat het configureren van, het eigenlijk nog alleen maar configureren is van die EAP-integratie. De techniek is daar. En het enige wat we moeten doen is ja, een stuk mapping en het proces natuurlijk in kaart brengen. Dat begint als eerste. Maar vervolgens ook de mapping en ja, het proces inbrengen. Zodat het werkt volgens ja, de manier waarop waarop uw organisatie werkt. Ja, grote voordeel is, we coderen niet links, hè, met alle nadelen van dien. Programmeren betekent ook versieafhankelijkheid. Maar eigenlijk is het een kwestie in het geval van Profile aan knoppen draaien, configureren vanuit de management console. Zaken waar u ook als klant zelf mee aan de slag kunt als u wellicht aanpassingen wilt doorvoeren. Dit kun je ook stap voor stap doen. Dus je kunt soms, is het ook voor de organisatie goed om relatief eenvoudig te beginnen. En gaandeweg functionaliteit toe te voegen. Dat heeft niks meer met softwareaanschaf vaak te maken, maar veel meer met change management, de verandering in de organisatie. Dus misschien moet je het wel in stapjes doen. En daar is ook veel voor te zeggen. Nou, dat kan ook, die EasyCom methode maakt mogelijk om iteratief eigenlijk dit soort stappen te zetten en te maken. En als we praten over die EAP-integratie, dan zit dat samen met alle andere configuraties zit in de flexibele schil van Profile, die we hier ook zien. Dus komt er een update van Profile of de processen in Proceed, dan blijft datgene wat we al gedaan hebben, geconfigureerd hebben voor wat betreft de uitwisseling met EAP en andere configuraties blijft behouden. Nou, we doen dat volgens dit soort zaken doen we volgens een strak plan, een achtstappenplan, wat een hele heldere aanpak maakt van een invoering van zo'n project. Nou, welke stappen je wilt maken, of je meteen al de koppeling, de integratie met je EAP-systeem wilt. Het kan ook iets zijn wat je pas in een tweede fase wilt realiseren. Wat wil je met je documenten? Ook dat kan iets zijn wat wellicht gefaseerd ingevoerd wordt. De processturingen, misschien ook niet meteen iets wat u wilt. Misschien wel eerst de flow en werken met statussen, maar pas in tweede instantie met processen, met proceed werken. En ja, uitwisselen met externe partijen, samenwerken met externe partijen is misschien wel de laatste stap die u wilt maken. U bepaalt zelf het tempo bij Profile en in de basis krijgt u in ieder geval meteen bij Profile de productdata backbone, een PDM, PLM en DMS tag systeem in één. Met beschikbaar direct hoogwaardige procesproof EAP integraties. Ondersteunend op een hoogwaardige manier alle belangrijke multicat of CAD systemen, mechanisch CAD, elektrisch, noem maar op. Implementatie, de configuratie, een hele belangrijke, maar ook de administratie nadien door key users van het bedrijf zelf te doen. Schaalbaar, dus wat is het ambitieniveau, wat is de scope,
Maar u kunt groeien van een afdelings- of van een deelprocesoplossing naar een integraal bedrijfsbrede oplossing. Nou, Proceed hebben we ons niet echt op geconcentreerd nu, maar heeft u kritische processen, dan kunt u die zelfs in tijd beheren en bewaken. Dit heeft een modulaire opbouw. Er zijn verschillende packages beschikbaar voor change management, CM2, volgens allerlei kwaliteitsondersteunende processen, volgens ISO-TS, volgens voor automotive, voor medical, maar ook ik noem het, klachten of voor service toepasbaar. Wilt u daar meer van weten, laat het ons weten. Proom, Pro for Project Room, mogelijkheid om met externe partijen, met klanten, toeleveranciers, subcontractors, gecontroleerd samen te werken aan aan projecten. FTP, WeTransfer voorbij, gewoon een geïntegreerde oplossing waarmee je op een hele veilige, geautoriseerde, navolgbare manier kunt samenwerken. Oké, voor dit moment wil ik in ieder bedanken voor uw deelname. Excuus voor het stukje uitloop. U krijgt ook de handout na afloop van het webinar toegestuurd. Ja, en ik hoop dat u met deze informatie ook in uw eigen organisatie aan de slag kunt. En ja, wellicht kunnen wij daarin iets voor u betekenen. Graag, wou ons aanbevolen. Bedankt voor nu en voor later vandaag alvast een goed weekend.